Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Padkel Stijgerbouw en de Bakkers van Oost. Welkom bij de 8 van Amstelveen, aflevering 65, Sinterklaasavond, pakjesavond, Peet, 5 december. En waar kom jij mee binnen net? Nou, waar ik mee binnenkom, ik parkeer mijn auto, ik kom naar de studio lopen, ik zie een heel klein jongetje lopen met een step. Hier vanuit de Willem-Alexanderschool. Met een grote surprise, het Zut van Amstelveen Heemraad. Ah, wat grappig. Ik vraag aan het jongetje, mag ik een foto maken? Ja. Het jongetje wilde zelf helaas niet op de foto, maar dat snap ik wel. Hè. Toestemming zonder de ouders, is logisch. Ja. Oh, leuk. Maar een ander kindje heeft heel veel moeite gedaan om deze surprise voor het manneke te maken. Leuk. Ja, hier mogen we even trots op zijn. Ja, ja zeker. Laten we eens zien. Verder nog wat anders? Nou, nog wat of kunnen anders. We gewoon naar het voetbal? Ja, we kunnen wel naar het voetbal, maar het zal allemaal wel... Er heeft een mevrouw aangebeld vanmorgen bij de studio, bij onze office manager Dirk. Ja. En die heeft dit pakketje afgeleverd en ze zei erbij voor Matthijs. Is dit een grap of... Nee, het is geen grap, want ik ben eigenlijk jaloers waarom het niet voor mij was. Ik vind het prachtig Matthijs. Gemaakt. Ik weet niet of je het open wil maken hier. Ja, ik weet het is bijna niet, zonde om stuk te we maken. We weten niet wat erin zit. Ik moet het natuurlijk wel even openmaken. Wel even complimenten voor die mevrouw. Hoe ze het gemaakt maar je weet echt niet wie? Ik weet echt van niks. En Dirk weet alleen dat hij afgeleverd is maar door die mevrouw. Er heeft iemand echt een hoop tijd en energie ingestoken. Hier is een hoop werk aan besteed. Laat dit nou een beetje heel. Ja, dat doe ik. Dat is, hier is antenne. Ja, kijk nou, wat mooi. Ik denk dat wij... Ja, wij kunnen gewoon lekker... Kijk eens. Nou, dat is toch superleuk. Oh, hier, er zit een envelop bij hem, Matthijs. Ja, en nog een pakje. Jezus, Mina. En als allemaal jij, pepernoot. Als jij dat pakje opent, zal ik jou even helpen met die envelop. Ik weet er echt niks van, jongens. Ik ben wel flabbergasted. Dit is wel een hartstikke leuk spel. Slottergeesten. Slottergeesten. Oh god, een gedicht. Nou, Matthijs, ik denk dat onze uitzending 2 uur langer gaat duren. Maar goed. Ik doe wel even mijn bril af. Jongens, komt-ie. Voor de redactie van 1 Amstelveen, om het nieuws goed en slecht in Amstelveen te delen, wordt met weinig middelen gevochten als leeuwen. Van stagiaires en vrijwilligers tot doorgewinterde rotten, de samenwerking maakt het alle belangrijke zaken vlotten. Als 1 Amstelveen iets uitzendt van formaat, maakt wethouder Raad zich behoorlijk kwaad. Het liefst schuift Herbert issues onder het tapijt en dat is nu juist waar een journalist bij gedijt. Machteloos houdt hij die verdomde geldkraan dicht, hij zou inmiddels moeten weten dat Matthijs niet zwicht. De gedrevenheid van het team en haar hoofdredacteur brengt overigens ook andere prominenten in mineur. Zo werd Poppets aangesproken op zijn kleutertaal. De bejegening van burgers over politiek was te banaal. Ook wethouder Goren moet het regelmatig bezuren. Duurzaamheid in Amstelveen, het kan nog wel even duren. Democratie vaart wel bij vrije en onafhankelijke journalistiek. Reden waarom de redactie belangrijke issues dient van repliek. Naast serieuze zaken worden luidruchtige programma's gemaakt, van informatieve talkshows tot de vrolijke stem van de straat. Vergeet ook niet de intocht van mij, de Sint en mijn Pieten. Hierop konden kinderen ook thuis via de buis genieten. Voor zoveel vrijwillige overtuiging maakt Sint een hele diepe buiging. Zulke gedrevenheid heeft helaas een schaduwzijde. Daarom doet Sint een poging om jullie te verleiden. Tot een beetje ontspanning, naast alle bloedserieuze zaken, hopelijk gaan jullie je met dit spelletje kostelijk vermaken. Namens Sinterklaas en zijn Pieten, vlotte geesten. Ik heb een prachtig politiek verhaal. Kippenvel. En lekkere pepernoten. Alles gaan we straks opnemen. Wat lief. Wat lief. Dankjewel Sint en Pieten. Ik geef het door aan de redactie. En Peet. Super lief. Het lijkt wel toevallig, maar deze kwam voor jou nog binnen. Jongen, ja. Matthijs. Nou, dat wordt een uitzending. Ja, eerst dit, denk ik. Eerst het gek op cadeautjes. Ja, je moet je maar even... Dan doen we het voetbal maar wat sneller deze keer. Beste Peter, we wisten niet hoe we je moesten bereiken. En wilden niet te veel laten verstrijken. Dus dan maar naar de 8 van Amstelveen. Want waar moeten we anders heen? Een kleine gift uit de voetbalwereld, speciaal voor jou. Trek maar lekker aan in de kou. Helaas zijn ze niet van wol. Maar maakt het uit. Toch onderbroeken lol.
Sint en Piet. Wat zal het zijn? Superleuk, hè, jongens. Nou, zeg, wat is dit dan? Oh, dit vind ik echt geweldig. Wat is het? Een Roda 23. Boxershort. Dames, Tupac. Ah, kijk, dat is die onderbroekenlol. Ja, nou ja, ik ga hem aan doen. Ah, misschien kan je nog ruilen. Je weet waar ze vandaan komen. Nou, wacht even. Dit is wel briljant, jongens. Kijk, Roda 23 bestaat 100 jaar. Eigen ja, onderbroekenlijn. Dit is wel vet. Hey. Ja, het is wel een maatje XXL, hè, dit. Ja, maar dan komen mijn billen mooi uit. Pas goed, hè? Ik ben benieuwd. Super, super bedankt, jongens. Super bedankt. Ja, dat vind ik echt leuk. Goed, we gaan naar het voetbal. Geniet jij nog even van je cadeau. Gaan wij naar de eerste wedstrijd van vandaag. Zaterdag, derde klasse B. Koploper ANVJ thuis tegen Tilbee. Op papier zou ANVJ geen problemen mogen hebben met TOB, de promovendus uit de vierde klasse. ANVJ vorig jaar nog tweede klasse. De ploeg van Kumar krijgt legio kansen in het eerste kwartier, maar liefst 500% kansen. Maar ook TOB laat zich af en toe zien. Dit is Adil Broekies met misschien wel de mooiste actie van de wedstrijd. Is al twee man kwijt. Dit is nummer 3. Mooie kapbeweging en uiteindelijk net voorlangs. Had een beter lot verdiend voor TOB. Natuurlijk niet voor ANVJ. Melvin Grootvaam. Nu een keer vanaf de rechterkant. En het schot van Reuvenkamp in de handen van Kuiper. ANVJ veel beter en krijgt ook veel kansen. Inmiddels 5 minuten voor rust als een nieuwe aanval begint via Halsema. Naar Reuvenkamp. Kraken krijgt hem mee. Er wordt gevlacht, er is protest, maar het spel mag door van scheidsrechter Kruiselbergen, Cynthia van Kruiselbergen. En Kraken scoort, maar na 10 minuten overleg wordt het alsnog afgekeurd, omdat Cor van der Hoort had gevlacht. Dit lijkt niet op buitenspel en als we het beeld stilzetten, lijkt het er helemaal niet op. Al is dit natuurlijk schuin, maar Kraken oogt hier niet in buitenspelpositie. Protesten van TOB levert ze trouwens nog een rode kaart op voor Tyree. TOB dus 50 minuten met een man minder. En dat levert ANVJ weer veel kans op. Dit is Grootvaam. En de kans voor Kraken. Er wordt weer gevlacht. Was geen buitenspel trouwens. Van der Kooijen, de invaller. Reuvenkamp. En weer Kraken. Hoe krijg je hem er overheen, zou je bijna zeggen. 10 minuten nog, tijd begint te dringen. Een andere invaller, Jeffrey Bok. Langs Café. Voorzet via een been omhoog. En daar is Kraken met zijn 9e van het seizoen. De vlag gaat omhoog voor buitenspel. Maar dat was het zeker niet, zien we aan deze beelden. Zo wint ANVJ met 1-0. Zeer moeizaam. Ook omdat Kraken in de slotfase nog eens een strafschop mist. Andere woorden, Kuiper redt. 3 punten voor ANVJ. Moeizaam, maar wel terecht. Ik denk dat we heel goed aan de wedstrijd beginnen. Scherp. Dat je echt binnen 10 minuten 500% kansen creëert. 2 mogelijkheden nog erbij. Je scoort niet. Dat is jammer. En daarna kakt het gewoon echt in. Dat is jammer. Er is een discussie al dan niet over buitenspel. En dan komt de grensrechter vlacht. Nou, dan kunnen we kijken of wat het is of niet. Vervolgens komt een van de spelers van ons dan naar de scheidsrechter toe lopen. Die zegt dan, scheidsrechter, denk je dat je God bent? Ja, en dat blijkt voldoende te zijn voor een rode kaart. Ik heb het er ook nog gevraagd. Ze zegt, ja, de manier waarop hij het zei, vond ze niet prettig. Eerder scoren. Al maak je nu wel goed de 1-0. Mooie goal. Waarbij de vlagger weer wel zijn vlag opsteekt. Absoluut geen buitenspel. Je krijgt nog een penalty. Die gaat er niet in. Dus we konden het veel eerder beslissen. Dat is nog spannend. Maar afsluiten, op naar volgende week. 1-0 gewonnen, 0 gehaald, 3 punten erbij. Ja. Ja, we hadden ook alleen de laatste 3 seconden uit kunnen zetten. 1-0 gewonnen, 3 punten erbij, ja. 0 gehouden. Ja, maar even, die grensrechter. Ja. Nou, ik denk dat geen eens scheidsrechter deze man meer serieus neemt. Nee, dit was wel een beetje overdreven. Hij vlacht echt op alles. Dus, ja. En die rode kaart. Ja, de tekst, denk je dat je God bent, zegt Tyree, speler van TLB tegen scheidsrechter. Cynthia van Kruisbergen. Ja, nou, Kruisenbergen, sorry. Dat is rood, want hij moet zeggen godin. Want het is een vrouwelijke scheidsrechter. Oh, je gaat nu op grammatica letten. Ja, maar even denk je nee, dat je zo, maar, vind je dat je zoiets mag je moet zeggen gewoon, tegen een scheidsrechter? Je moet gewoon helemaal niks tegen de scheidsrechter zeggen. Nee, maar heel heftig is het ook niet, toch? Oké, dan had ik geel op zijn plaats gevonden. Ja. En rood misschien te dik, maar misschien heeft het op een heel andere manier gezegd. Ja. Wat ik wel opmerkelijk vind,
uit de beelden die wij hebben en als we het stilzetten, dan lijkt het erop, 100% uitsluitsel kunnen we niet geven, 99 wel, dat het geen buitenspel was. Vervolgens wordt er 10 minuten discussie gevoerd met die grensrechter door de scheids. En uiteindelijk keurt ze hem toch af. Niet handig van de scheidsrechter. 10 minuten discussie. Wanneer je fluit voor buitenspel, je gaat naar hem toe. En ze floot niet. Ze liet doorgaan. Nee, maar misschien dat het er VAR was. Hij doet zijn vlag omhoog. Hij hield hem ook omhoog. En hij heeft haar overtuigd. En hij heeft haar overtuigd met zijn woorden. En dat heeft geholpen. Ja. En dat doelpunt is afgekeurd. Want het was wel een hele mooie goal trouwens. Ja, dat was een prima goal. Mooie aanval. Ja, Kraken maakt zijn 9e. Mist een penalty. Maar ik zag hem ook nog een paar van 3 centimeter afstand missen. Ja, maar Rieke zegt al, vorige keer zei hij 1000% kans. Ja. Nu 500. Hij is 500 naar beneden gegaan. Maar hij heeft wel gelijk. Maar goed, de punten zijn in ieder geval binnen. Belangrijk, dat is waar het om gaat. Jo. Goed, dan naar Oudekerk. Stond derde op de ranglijst. Speelt tegen FC Almere. Met een geweldige crosspaas vanaf links zet Amgeangpong Charlie den Hertog 1-1 met de keeper. Zijn inzet wordt gekeerd door Grossman en ook in tweede instantie lukt het de thuisploeg niet om de keeper te verschalken. Maar ook Almere krijgt kansen op de openingstreffer. Het is Tarek Moumen die met een heel leeg balletje Wolters van der Wij 1-1 met de keeper zet. Hij probeert de bal over de wit te liften, maar zijn inzet gaat net naast. Zo is het bij rust nog altijd 0-0. Dan in de tweede helft. De eerste kans is weer voor de thuisploeg. Een slippertje van Almere op het middenveld zorgt ervoor dat Nick van Nieuwkerk Durante Osman weg kan sturen, maar Stan Grossman verkleint goed zijn doel. In tweede instantie is de keeper wel gezien, maar Giovanni Beltzer schiet zijn keeper te hulp en kopt de bal net voor de doellijn weg. Dan direct uit de daaropvolgende corner is het Grossman die grabbelt en in de kluts valt de bal voor de voeten van Roy Lagrau die de thuisploeg op voorsprong schiet. 1-0. Almere voelt dat er nog wat te halen valt tegen de ploeg die thuis het hele jaar nog ongeslagen is. Een goede interceptie van de verdediging en daardoor wordt Silvan Speelman weggestoken die met een schijnbeweging zijn directe tegenstander het bos instuurt. Zijn voorzet wordt goed weggestomd door de Wit, maar vervolgens staat een groot deel van de Oudekerkse achterhoede te slapen. Het is Senna Hamel die op het laatste moment ingrijpt en zo de gelijkmaker voorkomt. De thuisploeg krijgt zelf ook nog kansen om de voorsprong uit te breiden, maar de voorzet wordt door Van Nieuwkerk rakelings naastgekopt. Inmiddels zitten we in de 77ste minuut als Almere weer op zoek gaat naar de gelijkmaker. Via via komt de bal bij Tarek Moumen. Die gaat de 1-2 aan met Teun Post en schiet de bal onder keeper De Wit door en zet zo de terechte 1-1 op het bord. Het is dan weer aan Oudekerk om op jacht te gaan naar de voorsprong. Charlie den Hertog legt de bal terug richting randje 16. Jim Kleine Staarman met een slim overstapje, waardoor Mario Zanetti kan uithalen. Maar zijn inzet wordt gekraakt door Grossman. De laatste kans van de wedstrijd is voor de uitploeg. Gaat Oudekerk dit kalenderjaar dan toch nog een thuiswedstrijd verliezen? Een vlotte combinatie op links zorgt ervoor dat Moumen de voorzet kan geven. De kopbal van Barkema net naast. En zo eindigt de wedstrijd in 1-1. We hadden het ook zwaar in de tweede helft. Zij bracht ook nog kwalitatief een aantal goede wissels in. En we waren duidelijk op zoek naar de 1-1 en die was ook wel terecht. Ja, ja. Al met al kunnen we dan heel tevreden over het hele jaar terugkijken. Ik bedoel, vorige week werd het al een beetje geopperd. Je bent het hele jaar gewoon ongeslagen thuis geweest in de competitie. Ja, nou, we moeten ons niet te veel focussen erop, want dan gaat het een keertje mis natuurlijk. Maar dat is wel een gegeven. We zijn heel lang ongeslagen al thuis. Maar het blijft dat elke keer zeggen, een heel zware competitie. Een heel uitdagende competitie. We sluiten volgende week dan het kalenderjaar af, uit bij Purmerend. Nou, dan moeten we proberen om goed af te sluiten. En dan denk ik dat we met een redelijk tevreden gevoel terugkijken op het eerste deel van de competitie. Ja, ik denk dat ze zeker mogen, toch? Gezien de wedstrijd, ik vond Almere wel iets beter, hoor. Ja, met name de tweede helft, zagen we ons ook. Ja. Langzamerhand komen zijn spelers wel weer terug. Hij krijgt weer een bank. Hij kan weer een beetje keuzes gaan maken. Ja. Dat heeft hij de eerste weken van het seizoen natuurlijk absoluut niet kunnen doen. En inmiddels is die ongeslagen staat. Dus hij wil het er liever niet over hebben. Hè? Hoor je dat? Ja, hij omzeilt hem. Maar hij is 16 wel heel maanden inmiddels. Oktober 22. Ja, is keurig. Maar ook koude, ja. Waar ze nu staan, als ze daar de winst op mee afsluiten. Ja. Chapeau voor Oudekerk. Nog één wedstrijdje. Ja. Gaan we straks zien bij de stand. Amstelveen is een beetje aan de opmars bezig. Amstelveen Heemraad. En ontving nu aan de sportlaan de gedeelde koploper SDOB. Zaterdagmiddag speelden de nummers 5 en 2 van de ranglijst de 6-punten wedstrijd in Amstelveen.
Het is de thuisploeg die als eerste de aanval zoekt. Vanaf rechts een risicovolle bal naar het middenveld, maar Boonstoppel weet de bal in één keer naar Krude te spelen. Die twijfelt niet en lepelt de bal heel netjes over keeper Schouten heen. 1-0 voor de thuisploeg. Dan SDOB, dat de aanval opzet via rechts. Een goede voorzet, die kan nog worden weggekopt. Op randje 16 staat Eros Balsing. Die neemt hem in één keer op de pantoffel, maar Santangelo weet stijlvol te redden. Vervolgens is het weer de beurt aan Amstelveen om de aanval te zoeken. Het is Delano Pascal die opstoomt vanaf links. Hij geeft de bal in de loop aan Krude. Die stuit nog op Maarten Spits. Maar Wout Schipper gaat vervolgens in de fout. Ralf Groenteman kan overnemen. Die twijfelt niet en schiet de bal keurig in de rechterhoek. 2-0 voor Amstelveen. We zitten inmiddels in de tweede helft als Amstelveen de counter opzet. Het is Madrane die met een uitstekende paas Krude wegstuurt. Maar voordat hij af kan ronden wordt hij neergelegd door Van den Elshout. Tot iedereens grote verbazing legt scheidsrechter De Vries de bal op de stip. Volgens mij was het er toch echt buiten. Even kijken in de herhaling. Ja, dat is duidelijk buiten de 16. Geen VAR aanwezig bij deze topper, dus de beslissing blijft staan. Het is niet verrassend dat Madrane achter de bal gaat staan. Wat wel verrassend is, is dat hij de bal niet in, maar over het doel schiet. Zo blijft het voorlopig 2-0. 5 minuten later is het wel hangen. Een hele slechte bal vanuit de achterhoede van SDOB zorgt ervoor dat Amstelveen kan overnemen. Krude te snel voor alles en iedereen. Hij komt 1-op-1 met keeper Schouten en blijft ijskoud. Met een stiftje maakt Krude zijn tweede van de middag en bepaalt de eindstand op 3-0. Zo stijgt Amstelveen van de vijfde naar de derde plaats. Assistent-trainer Robert Lesmeister zal dus wel tevreden zijn. Hele goede wedstrijd. Vanaf het begin af aan zaten we er goed in. Heel erg op onszelf gefocust deze week. Bezig met voetbal en het zag je eigenlijk ook dat zij er geen antwoord op hadden. En dat je voor de rust volkomen verdiend 2-0 staat. Wat wel meer kunnen zijn. Ze hebben eigenlijk denk ik 1 keer op goal geschoten in de hele wedstrijd. En de tweede helft ben je ook hartstikke dominant. Mis je nog een penalty. Profiteer je van de ruimte achter de verdediging. En had je zo 3-4-5-0 kunnen winnen vandaag. Ja, prachtige afgetekende overwinning voor Amstelveen. 3-0. Mooie doelpunten. Even die penalty haast, de scheidsrechter liep in de middenstip volgens mij. Dat kan je ook niet zien of hij er binnen of er buiten is. Nee, maar geef hem dan ook niet. Maar dit was geen pingel. Wat mij opvalt is dat Krude eindelijk gaat scoren. En geen lelijk ook, hè? Nee, 2 mooie goals. Ja, werelddoelpunt. Ja, dus. Ja, ik kreeg al wat berichtjes van de week dat we vorige week misschien een beetje negatief over Amstelveen waren. Omdat we het met name over de randzaken hadden. Met 3 trainers, een speler die ineens de ploeg ging doorspreken. Maar als we nu gewoon even naar... Ik zei, nou, het is maar één remedie tegen, dat is winnen. En dat doen ze nu. Nou, want hier valt, ze komen steeds beter in hun flow. We hebben nu alle reden om alleen maar positief te zijn. Ja. Want we beginnen ook met werelddoelpunten van die jongens. En er stond een team, een eenheid en overtuigend gewonnen. Ja. Dus alleen maar complimenten. Maar vorige week en die weken ervoor, onze kritiek was ook wel terecht, denk ik, op Matthijs. Ja, goed. Ja, misschien wel, misschien niet. En wat jij zegt, het heeft geholpen. Wij zijn er natuurlijk niet de hele week bij. Dus dat is altijd lastig een beetje beoordelen. Op basis van de beelden die wij zien, zeker vandaag, we hebben iets meer gezien dan alleen deze doelpunten. En trouwens wat ik leuk vond, want we hebben dit seizoen wel een paar keer zeker terecht gehad over de keeper van Amstelveen. Ja. Giovanni Santangelo. Maar als hij dit soort ballen gaat pakken, die hij net even onder de lat overheen tikt, denk ik, ja, dat is weer de Santangelo die ik in ieder geval ken. De Santangelo van voor zijn blessure. Maar wij weten ook dat ze beter kunnen, die jongens. Ja. Dus het is eigenlijk alleen maar een compliment van ons om die jongens te motiveren daarin. Belangrijke zegen, goede zegen. Laten we naar de uitslagen kijken in de derde klasse B. Amstelveen, Oude Kerk hebben we gezien. Marken buiten velden 2-2. ANVJ wint dus met Maar met 1-0 van TOB. Legt meer volgens dat uit bij Hoofddorp 5-0. En DWS wint van Weesp 2-0. Brengt ons bij de volgende stand. ANVJ 18 uit 9 op 1 punt gevolgd door Legmeervogels. En Amstelveen klimt nu naar plek 3. Wel een wedstrijd meer gespeeld. DWS 16 punten, Oude Kerk 16, STOB zakt. Ja, je ziet het er 1 keer verliezen en je zakt weg. En dan zien we ja, Almere, dat 8e staat op 4 punten van de koploper. En dan sta je 8e. Knappe overwinning over Amstelveen. Zeker een hele knappe overwinning. Ja. Absoluut. Peet, brengt ons bij 2 andere uitslagen nog. Erkenvik verloor met 3-0 van Atletico Amsterdam. Ja, ik heb ze nog niet gezien, maar ik denk dat er een beetje een streep door dit seizoen kan bij hun. Ja, ik hoop het niet voor Vic. Want dan ben ik benieuwd wat er met Vic algemeen gaat gebeuren. Of de Noord-in-Water Academy nog gaat bestaan. Ja.
En Martinez zaterdag speelde 2-2 gelijk tegen Sporting Almere. Lekker knap, dat puntje. Goed, dat is goed resultaat. Ja. Goed, blijven bij Martinez. We gaan naar de zondag. Sinds vorige week koploper, hè? Ja, in die tweede klasse B. Ja, maar de overwinning bij SDO. Dat moest een vervolg gegeven worden tegen VFC. En die ploeg komt uit Vlaardingen. Een spekgat kunstgrasveld op Sportpark Overburg. Maar er kon toch afgetrapt worden. Dit is Anthony Dean met de voorzet. En Sam van Brugge maakt het prachtig af. Anthony Dean, net hersteld van een blessure, speelde Ralf Jurka, geblesseerd nu, op de bank. En de eerste treffer van Brugge is een feit na een kwartier spelen. 8 minuten later krijgt hij hem zomaar in zijn voeten. Doelman Kuub is weer kansloos. 2-0 Martinez, oftewel 2-0 van Brugge tegen VFC. Dien houdt goed het overzicht. En van Brugge mag zijn derde maken na 28 minuten. Een officiële hattrick, een zuivere hattrick, een echte hattrick. Het is maar hoe je het wil noemen. 5 minuten voor rust. Sam Onsrecht. Prachtige beweging. Speelt zichzelf goed vrij en schiet hem ook nog eens schitterend in. De mooiste goal van de middag. Achter zijn standbeen Onsrecht. En Kuub kansloos. 4-0 Martinez. Wedstrijd natuurlijk al gespeeld. Krombeen haalt Dien dan naar de kant uit voorzorg voor de topper. Maar rust gaat de ploeg gewoon verder. Invaller Musch mag de 5-0 maken. Hier scoort hij niet, maar doet Van Brugge het wel. Het is zijn vierde. Het is 6-0 voor Martinez. Onsrecht op invaller Uwamahoro. Overgekomen van Amstelveen. En die maakt zijn eerste van het seizoen. Het slotakkoord is trouwens voor de gasten. En daar ben je als keeper van Martinez niet blij mee als je 7-0 voor staat. In eerste instantie brengt Palmer nog redding. Maar uiteindelijk is het Benny van Rij die de eindstand op 7-1 bepaalt. Het was gewoon heel erg glad. Je merkt ook gedurende de wedstrijd dat andere plekken op het veld heel glad werden. En eigenlijk had de wedstrijd niet mogen doorgaan. Uiteindelijk hebben we toch gespeeld. Ik vond ons in de eerste helft verdedigend niet een goede wedstrijd spelen. Te veel. Nee, ik vond je fanatiek coachen. Ja, klopt, want ik was gewoon niet tevreden. En het staat wel 4-0 berust. Alleen, ik was niet tevreden over de verdedigende organisatie. Goed, maar 7-1 zegt toch eigenlijk wel genoeg, hè? Zeker, zegt genoeg. Blij dat iedereen heel is gebleven. Je merkt toch wel nu richting de winterstop dat spelers met pijntjes zitten. En ook wel echt tegen een beetje op hun laatste benen lopen. Ja. Dus de 2 weken rust daarna komen zullen goed uitkomen. Maar 7-1 winnen is... 7-1 winnen, ja, dan moet je niet zeuren. Maar hij is niet blij. Nee, hij is niet blij. Ik zie niet vaak een trainer die als hij 7-1 wint, 4-0 voorstaat bij rust, die niet blij is. Nee, maar ik denk dat Michael wel tactisch aan het bouwen is op het hele seizoen. En als ze dan niet uitvoeren wat hun gevraagd wordt, dan snap ik wel zijn teleurstelling. Maar ja, voor ons als leek of verslaggever, hoe je het wil geven, ja. 7-1, dan zeggen wij van... Ja? Nou, het leek erop. Okay. Maar ons als verslaggever dan 7-1 ziet staan, denk je van wow, wat een overwinning. Maar wat wel leuk is, Max Munch, debutant, scoort. Die viel in voor Anthony Dean, hè? En mijn oogappeltje Ibi Umhamatihoro. Ja, Umhamatihoro. Zijn eerste doelpunt. Allebei. Voor Max. Ja, het is wel lekker in zo'n wedstrijd. Hè. Zeker even in de wetenschap dat je komend weekend, de laatste wedstrijd van dit jaar, speelt hij tegen De Meer, de nummer 2. Ja. Dat je spelers ook al... Ja, Dien haalt hij er na een half uur al uit. Het is 3-0. Geen risico meer. Net terug van een blessure. Ja, nou, hij kan iedereen ook speeltijd geven. Hoe fijn is dit als trainer? Heerlijk. Ik geloof dat Michael 8 man op de bank heeft zitten. Die zo kan inbrengen. Ja. Kwalitatieve gelijk met de rest van de jongens. Ja. En Sam Verbrugge even. Die maakt een zuivere hat-trick. Zullen we even naar Sam luisteren? Dat lijkt me... Natuurlijk heeft Dirk hem gesproken na afloop. Okay. Het is niet altijd dat je 4 doelpunten maakt, hè? Nee. Ik denk de eerste keer ooit. Misschien ooit in de jeugd ergens. In de F's of zo. Maar ik kan me in ieder geval niet herinneren. Je stond spits, hè? Ja, klopt. Want Jurka is geblesseerd. Ja, Jurka met een naar momentje afgelopen donderdag op de training. Dat hij een hakje wilde doen. Toen schoot het in zijn hamstring. Dus als invalspits ben ik toch wel blij met 4 goals. Bevalt je wel in het eerste, als ik het zo zie? Ja, zeker. Ik ben heel blij, ook met het team. Echt een heel leuk team. Zowel op het veld als naast het veld. Dus ik ben heel blij mee, zeker. Ik zag net je trotse vader en die was ook heel tevreden over je. Ja, tuurlijk. Mijn moeder en mijn vader en mijn oma en mijn broertjes allemaal kijken.
Dus zeker leuk als ik het ook terug kan maken met voetballen. En die hele familie van Brugge zit altijd op de tribune. Papa is natuurlijk voorzitter. Ja, maar Rick is altijd wel reëel en neutraal. Maar hoe leuk is dit dat Sam nu zegt invalspits. Ja. En dan maak je 4 doelpunten. Ja, hij speelt normaal natuurlijk aan de buitenkant. Ja, maar, of links of rechts buiten. Een spits in betaalde voetbal maakt geen 4 in een hele seizoen. en Sam maakt ze gewoon in één wedstrijd. Ja, oké. Maar Sam, we hebben het al eerder geroepen. Die jongen die gaat zo... Ze draaien aan het vinden. Hij wordt steeds beter en beter en beter. Ja, vorig seizoen begon hij, was hij invalkracht en... Aan het einde van het seizoen kreeg je steeds meer een basisplaats. En nu staat hij er. Ja, maar die jongen speelt in het belang van het team. Geen arrogantie. Net als zijn vader. Ah, het is leuk, hè, wat Broos Krijger ook vorige week zei, 2 weken geleden. Sam, mijn maatje, we spelen links en rechts buiten. Alleen Jurka heeft wel weer pech. En nou weer zo'n een hakballetje op een training en hamstring. Ja, lullig, gewoon zielig. En hoop op snel herstel voor Rolf. Ja. Maar ik vind ook wel even de kwaliteit van Dien, hè? Anthony Dien, ja. Want hij kan die bal ook zelf maken, maar hij legt... Ja, bij die derde goal was dat, ja. In het belang van het team opzij, hè? Ja, dan weet hij zeker dat hij erin gaat. Ja, maar dit zegt wel genoeg over het team van Martinez, hè? Ja, ze zijn goed bezig. Dan Roda. We hoorden het Thomas van Baas vorige week zeggen. We hebben 7 punten uit 3 wedstrijden gehaald. Nog 2 voor de winterstop. We kunnen zomaar koploper zijn van de derde periode. Ze moesten op bezoek bij Zoest... En Peet, een klein experimentje in de Acht van Amstelveen. Een wedstrijdverslag zonder bewegend beeld. Koud of niet koud, mooi weer, slecht weer. Ze zijn er altijd, de supporters van Roda. Ook nu in Zoest. Geen bewegende beelden, maar we natuurlijk wel de foto's van Koos. En Benar is blij. 7 punten uit de laatste 3 wedstrijden. En misschien kwam er vandaag nog wel een paar bij. En ja hoor, na 4 minuten was het al raak. Milan Egberts, tongetje weer uit zijn mond. Hij klopt Jan Maat. En zo staat Roda met 1-0 voor. Blijdschap natuurlijk bij de ploeg uit Bovenkerk. Want ja, het zou zomaar eens 10 uit 4 kunnen worden. En dan toch nog wat bewegend beeld. De 2-0 vanaf 11 meter. Appia Thai ziet zijn inzet gestopt worden door Jan Maat. Maar in tweede instantie schiet hij wel raak. En dan lijkt de wedstrijd al vroeg in de wedstrijd beslist. Na 26 minuten. Maar niet iets minder waar. Na een half uur een prachtige omhaal van Tijmen Brons. 1-2. En 2 minuten voor rust wordt het zelfs gelijk. Van Oerle weer geklopt. Dit keer door Jim van den Berg. En 5 minuten na rust staat Roda zelfs op achterstand. Weer is het Tijmen Brons. 3-2 voor Zoest. Maar niet voor lang. 5 minuten later de 3-3 van Quint Peres. En wederom vanaf 11 meter. Zijn derde goal in 3 invalbeurten. En 5 minuten voor tijd komen dan toch die belangrijke 3 punten. Als invaller Tom Kok de eindstand bepaalt op 3-4. Grote vreugde bij heel Roda 23. En wat een fantastische terugreis werd het uiteindelijk naar Bovenkerk. Nou, en zo heb je toch een aardig beeld gekregen. Dankjewel Koos van der Leest voor je mooie foto's. Zeker mooie foto's, Koos. En het tongetje. Ja, dat wordt een dingetje nu, hè? Dat wordt een dingetje bij Roda. We krijgen zelfs foto's toegestuurd. Ja. Van gewoon vreemd publiek ook, hè? Die het tongetje erop hebben staan. Milan is er weer met zijn tongetje. Het tongetje van Milan. Nou ja, hij mag van mij elke week het tongetje doen als hij maar scoort. Ja, en ook leuk voor Kok, hè? Dat hij weer de winnende maakt, hè? Ja. En Peres, 3-3. 3 invalbeurten, 3 goals. Peres ook weer erbij. Ja, wordt kiezen straks op Benar. Je hebt Benar natuurlijk ook nog even gesproken. Wat mij wel opvalt, tegen DCG, tegen Antibarbari. Winnende goal, allemaal in de laatste 2-3 minuten. Nou, DCG staan ze 2-0 voor. Ja. Wordt 2-2. Hier staan ze 2-0 voor, 3-2 achter. 3-2 achter. Ze geven winnen. Het bijna weer uit handen. En ik denk dat, dat is mijn mening, dat Roda toch een beetje rust mist. Een beetje ervaring. Ja. En ik denk dat ze echt wachten ook op Olf. Die is zwaar geblesseerd, hè? Ja, die is geblesseerd. Nou ja, zwaar meniscus. Ja, natuurlijk, het is een operatie. Maar er staat geen 9 maanden voor. Tenminste. Is hij geopereerd al inmiddels? Hij is geopereerd en hij is nu aan het revalideren. Dus misschien na de winterstop... Ik zou zeggen, train mee, jongen. Dat is alleen maar goed voor je spierenmassa. Ik ben geen arts, ik weet niet precies hoe dat zit. Meniscus is heel anders dan een kruisband. Ja, dan lig je er 9 maanden uit. Dan lig je er echt 9 maanden uit. Maar met een meniscus kun je gewoon, tenminste... Ik 80 jaar geleden kon alweer na 2 weken voetballen. Dokter Gifhorst heeft gesproken. Ja. Olaf moet gaan trainen. Olaf moet gaan trainen en dan. En is, maar, even. Maar dat zou wel een toevoeging zijn, inderdaad, de rust die hij brengt in het spel. Ja, die jongen is zo goed. En die begeleidt ook die jongens mee. Hey, nog even 1 ander dingetje, Peter. Dat scoren dus in die laatste fase, dat zegt misschien ook iets over de conditionele kracht die Roda heeft om toch nog
ja, tot het gaatje te gaan? Nou, het is ook meer het vertrouwen en het neerzetten. En ze blijven maar aanvallen. En dan af en toe valt die concentratie weg, waardoor je die tegenkals krijgt. Ja. Onnodig. Ja. Dus want ze scoren veel nu en ze krijgen er ook veel tegen. Ja, maar ik denk dat ze 3-2, 4-3, 2-2. Ja, maar vanaf de bank kan Bernard heel goed coachen. Maar in het veld moet er ook even een coach staan. Die even opstaat en die zegt, jongens, kom op, zakelijk nu. Bij 2-0 moet je de bal richting kantine sturen. Ja, het heeft wel goede gevolgen voor de stand. Maar eerst even de uitslagen uit de zondag tweede klasse B. Soesterode dus 3-4. SDZ wint, heel verrassend, van DSV. Pijnlijke nederlaag voor Tom Vroek. Apkoude, ZSCO WMS 1-1, weerpuntverlies voor ZSCO. Martinez dus 7-1 met 4 keer Van Brugge. Antibabari verslaat Hooglander Veen met 4-1. DCG 4-1 verliezen van Bloemenappeet. En de Meer wint met 4-2 van SDO. Brengt ons bij de stand. Martinez 25 punten, 2 punten meer dan de Meer. Komend weekend de Meer, Martinez. Wie gaat er als herfmeister het nieuwe jaar in? ZSGO, Antibabari, 20 uit 10, SDO 19. Kijk eens naar Roda, Peet. Ja, linker rijtje. Ja, linker rijtje. 10 gespeeld, 13 punten. Knap, dus, en samen met Martinez, koploper in de tweede periode. Ja, ook al zijn er pas 2 wedstrijden gespeeld. 2 Amstelveense clubs. Ja. Daar mogen we trots op zijn, Matthijs. Zeker. Nautilus hebben we dan nog. Wonnen met 2-1 van Oosthuizen. Moet je het shirt weer hebben? Nee, dat is toch weer 3 punten voor de jongens. Weer 2 doelpunten van Kostas Papadopoulos. Winnende treffer, 93ste minuut. Papadopoulos. Zeker. Papadopoulos. Hey, komend weekend, de laatste speelronde voordat we het nieuwe jaar in gaan. Laten we kijken wie tegen wie moet spelen. Zaterdag, Almere tegen Amsterdam Heemraad. Purmerend, Oudekerk, Weesp, ANVJ. Erkenvik is vrij. En Sporting Martinez gaat op bezoek bij Over Amstel. Dan zondag. Ja, Martinez, de koploper, op bezoek bij de nummer 2 de Meer. En Roda 23 thuis tegen SDZ en Dio Nautilus. Ja, Roda moet SDZ dus niet onderschatten. Dat nee, zie je zeker maar. Niet. Die pakt er nu de punten. Hey, viel het je op trouwens tijdens het interview met Hans Verhoog dat je hoorde je muziek op de achtergrond? Volgens mij was er een feestje aan de gang bij Oudekerk. Ik heb 3 uitnodigingen gehad. En jij? Ik heb er 1 gehad. Ja, maar 1. Oh. Amstelveen, Oudekerk, Martinez. Oh, je bedoelt 3 verschillende? Ja. Ja, ik dacht dat jij de 3 van Oudekerk had gehad. Nee. Dat gaat een beetje allemaal natuurlijk de laatste thuis. Het is van het jaar een leuk feestje. Ja, hebben we ook ontvangen. We hebben van iedereen een beetje wat beelden gehad. Maar dit vond ik het leukste beeld, jongens. Laat maar even zien. De kerstmutsen in de kantine van Oudekerk. Nou, kijk. Je zou niet zeggen dat er voetbalvereniging is, als het zo ziet, hè? Ja, maar zo moet je nou kijken voor de gezelligheid. Ja, we hebben een feestje gemist. Ja. Hadden we ook zo'n mooie muts gehad. Ja, maar Matthijs, wat jij zegt, we worden overal uitgenodigd. En, ja, ik kan niet overal bij zijn. En blijf vooral zo doorgaan, hè, met uitnodigen, want we vinden het superleuk. Dat zit Peter zijn onderbroek aan. En vooral cadeautjes, maar hier ben ik ook wel even trots op, hoor, Matthijs. Ik ook met deze, en vooral met het gedicht Sinterklaas. Peter, dankjewel. Ik heb nog 1 goed nieuws. Voor u als kijker, ook voor jou. Er komt een speciale eindejaarsuitzending van de 8 van Amstelveen. En ik twijfel eigenlijk niet, maar alle trainers hebben jou gezegd om langs te komen. Geweldig, superleuk. Dus ik denk vlak voor de kerstdagen te zien bij 1 Amstelveen. Volgende week zijn we nog met een reguliere uitzending met de laatste speelronde van dit seizoen. Veel plezier komend weekend, fijne pakjesavond. En namens Peter en mij tot volgende week. Dinsdag, daar moet ik heen. Fijne, want dan zijn we er weer met de 8. Fijne Sinterklaas allemaal. Bedankt. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Padkel Stijgerbouw en de Bakkers van Oost.